Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Drumpraat. Inmiddels alweer seizoen 3, aflevering 2. Mijn gast van vandaag is een iconische naam. Al vind ik dat zelf tenminste. Een man die jarenlang, decennia, een stempel heeft gedrukt op de Nederlandse scene. In de jaren 70 furoren maakte met een fantastische drumpartij in het nummer Hocus Pocus van de band Focus. Mijn gast van vandaag is dan ook niemand minder dan Pierre van der Linden. Hey Pierre, wat fijn dat je er bent. Ja. Ik ben blij en vereerd dat jij bij ons in Drumpraat komt. Je draait natuurlijk al heel wat jaren mee en je bent eigenlijk in de jaren 70 heb je jezelf tot een, ja, je kunt wel zeggen, iconische drummer gekroond door de dingen die je gedaan hebt. En hoe kijk je daar zelf op terug? Hoe ik er zelf op terugkijk? Ja, het is, even kijken, Hocus Pocus, dat is 50 jaar geleden, een halve eeuw. Ja. Dus er is een hoop vervaagd in het geheugen, maar ook een hoop bijgebleven. Maar ja, ik heb natuurlijk die hele ontwikkeling ook van de popmuziek en van de jazz heb ik allemaal meegemaakt eigenlijk. Vanuit de jaren 60 al. Ja. En dat is natuurlijk wel meegenomen als je dat hebt meegenomen. Maar ben je ervan bewust dat je zeker in die jaren zo'n bepalende rol hebt gespeeld in, laten we zeggen, de Nederlandse muziekgeschiedenis? Ja, er waren toen die Pols, weet je wel. Goldie Earing stond bovenaan. En Super Sister en Solution. En wij dus. Ja. Wij waren een beetje bepalend in die tijd. Ja, natuurlijk. Leuk. Ja, en Focus is op dit moment ook eigenlijk ook weer, nog steeds aan het toeren, toch? Ja, nog steeds aan het toeren, ja, ja. En we hebben verschillende bezettingen gehad met eerst Jan Dumee als gitarist. Niels van der Steenhoven en naast Menno Gootjes. Oh, leuk. En de nieuwe bassist Udo Pannekeet. We hebben nou een hele goede bezetting. Fantastisch. Het is echt fantastisch. Goed op elkaar ingespeeld nu op dit moment. Wauw. Ja. Ik wil over die tijd straks wat meer weten. En ook hoe je daar hoe je die tracks hebt ontwikkeld. Hoe je die grooves hebt bedacht en ja, die fantastische dingen. Gaan we even doen, hiernaast in de studio. Oké. We gaan beginnen. Ja. Pierre, fantastisch dat je er bent, man. Dank je. Je kon je eigen drumstel niet meenemen, hè? Nee, die is bij de Roadies. Want met die corona is het in Engeland blijven hangen, die vrachtwagen. En die staat nu bij de geluidsman. Oh ja. En die kon niet bij mijn spullen, dus verder. Nou, gelukkig hebben we een oplossing bedacht. Ja. Wel een mooi setje trouwens. Ja. Hey, heel bijzonder dat je er bent. Je bent in Nederland een drummer die vooral bekend is uit de jaren 70. Tenminste, bij mij. Ja. Bands Brainbox als Focus, et cetera. En ik sprak onlangs Cesar Zuiderwijk. Ik deed een drumpraat met hem on tour. Ja. En toen hebben we uitgebreid besproken zijn toch wel iconische drumtrack. On the Radar Love natuurlijk. Dat is een internationaal ding geworden uiteindelijk. Ja, ja. En ik realiseerde me vanochtend dat jij eigenlijk datzelfde hebt met Hocus Pocus. Ja. Dat is een drumtrack die in ieder geval bij het grote publiek enorm tot de verbeelding spreekt. Maar ook zeg maar in het hele drummerschilde internationaal een beroemde track is. Vind ik interessant om het daar eens over te hebben. Want hoe is dat ontstaan? Hoe heb je dat bedacht? Nou, in de studio is dat ontstaan. Dus tijdens met het jodelen, dat was eigenlijk heel ironisch bedoeld. Gewoon als een grap eigenlijk. Oh, is dat zo? Ja. Hoe zat dat dan? Nou, dat leek hem leuk. Dus die gitaarsolos, dus heftig, en ja, snijdende gitaarsolos. En dan vier maten drum solo steeds. Ja, het is eigenlijk heel spontaan ontstaan. Heel speels ook.
Heel speels. Ja, je hebt het niet van tevoren, zeg maar, gearrangeerd voor jezelf? Nee, het is eigenlijk qua uit improvisatie ontstaan, eigenlijk. Oké. Okay. Is gewoon niet echt van tevoren bedacht of zo. Zou je zo'n, wat is dan in dat liedje voor jou het, als je iets zou moeten benoemen, een frase zou moeten noemen van dat liedje, wat is dan het eerste wat in je opkomt? Van Hocus Pocus? Ja. Ja. Maar wat speel je dan precies? Ja, maar neem ons eens mee in die track. Hoe je dat speelt. Ja, maar voor mij was dat ook improvisatie. Dus elke keer is het weer anders. Hm. Ook live, dat was voor mij een uitdaging om het steeds weer anders te doen. Ja. Dus nu spelen we het ook nog steeds. Maar elke keer probeer ik dat weer steeds te ontwikkelen, die films. Hm. Je doet het iedere keer anders? Ja. Nog ja. steeds? Ja, dus niet meer dus met verdubbelingen, verdubbelingen met techniek ook. Oké, stel we staan nu te spelen. Ja. Focus staat hier in de studio en je moet hem inspelen. Hoe zou je het nu doen? Ja, dan kan ik doen. Het is één van die dingen. Ja. En tegenwoordig heb ik of deze. Okay. Of deze. Maar je kan dat dus ook opener houden, hè? Had je in die tijd, want het was best een grote hit, hè? Ja, het stond in de top. Hoe werd daar toen op gereageerd in die tijd? Nou, het was altijd de uitsmijter van het concert. We speelden altijd als laatste stuk van het concert. Mm-hmm. En dat was altijd heel opgewekt. Ja, de mensen werden daar blij van. En nog steeds, denk ik. En nog steeds, ja. Ja. Hoe kijk jij dan, als jij de actualiteit van de muziekwereld, van de muziekindustrie, zoals jij hem beleeft, zoals jij hem observeert, als je dat afzet tegen die pionierperiode, waar jij eigenlijk, zeg maar, onderdeel van was. Ja. Hoe verhoudt dat zich voor jou? In deze tijd nu, ja. Moderne tijd? Ja, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik vind het meer, het is meer fabriekswerk geworden. Hè. Ik zie het ook steeds meer naar het automatisme toe gaan. Dat zal uiteindelijk door robots overgenomen worden, denk ik. Hmm. Dus ik denk dat het materieel wordt belangrijker en de ziel kruipt naar de achtergrond. Het bezielende, zeg maar. Hmm. Hè, dat... Vroeger werden nog namen aan bomen gegeven of aan het water of aan de lucht. En dat zei Jung ook al, dat is verloren gegaan en dat een gevaarlijke ontwikkeling is. Dus het is wel een beetje vervlakt. Maar de techniek, het technische, heeft zich geëvolueerd. Ja, dat zie jij ook. Het materieel technische, zeg maar. Dat is... geëvolueerd. In verhouding tot vroeger is dat meer geworden. Als jij de huidige generatie drummers, en dan heb ik het over de jonge muzikanten. Wat is voor in jouw optiek het grootste verschil van beleving dan, van muziek, ten opzichte van de tijd dat jij jezelf ontwikkelde en groot werd? Wat het verschil van beleving is? Ja, denk jij. Ja, het was vroeger. Ja, ik luisterde veel naar jazz en zo. Mm-hmm. En nu tegenwoordig naar moderne klassieke muziek. En er wordt ook veel gebruik gemaakt van de stilte en van de ruimte, zeg maar. Maar ik hoor ook wel goede dingen in deze tijd, hoor. Dat het meer naar de ruimte, de oneindige space gaat. Dat het space wordt. Oh, is dat zo? Dat het ook wel uitdijt. Er zijn ook wel mensen die er heel goed weer in zijn.
met de techniek dat ik denk van wauw, dat zit goed in elkaar of zo. Dat heb je ook weer in deze tijd. Wat je vroeger dus niet had. Vroeger nam je veel, zeg maar, op een andere manier op. De technologie was natuurlijk niet zo ver als nu. Nee. Er waren geen computers. Alles analoog. Ja. Is het voor iemand als jij, is het dan moeilijk om mee te veren in die technologische ontwikkelingen van de laatste 20 jaar? Ja, ik had er in het begin heel erg moeite mee. Ik hield altijd van akoestische sound. Ja. Maar ze kwamen al met een pak schuimrubber aan voor ze nog in de gaten hebben hoe je klonk of zo, weet je wel. Dat was al, dat moest al afgedempt worden en overspraak en dat soort dingen. Hm. En daar had ik al moeite mee. Ja. Maar langzamerhand heb ik me wel weten aan te passen. Maar het was vroeger, ik hou meer van akoestische ruimtelijke sound. Dus dat je de akoestiek ook hoort. En tegenwoordig hoor je dan vrij, is het vrij gedempt allemaal. En, geproduceerd. Geproduceerd, ja. Juist. En dat wordt dan, dat geeft mij een mechanisch gevoel in plaats van natuurlijk. Dat het een soort van geplastificeerd is of zo. Ja, ja. Oké. En als je in de studio werkt, tegenwoordig hebben we natuurlijk opnamesystemen met Pro Tools en op klik spelen. Dat had je natuurlijk in die tijd helemaal niet. Nee. Is dat iets waar je ook aan hebt moeten wennen? Vond je dat lastig? Ik heb zelden met klik gespeeld of zo. Ja, toen ik terugkwam bij Focus, van na Trace zeg maar, kwam ik terug bij Focus. Toen gebruikten ze ook zo'n klik. Maar daar had ik toen wel even moeite mee. Maar uiteindelijk kan ik er wel mee werken. Want ja. Dan denk ik als een tweede instrument naast mij. Precies. Zo beschouwde ik het dan. Ja. Bij Focus, dat was toch een beetje een soort rock. Rock, fusion, jazz-achtig. Ja. Of zeg ik het zo goed? Ja, in klassieke invloeden, in jazz invloeden. Ja, het had allerlei. Maar je speelde in die band ook meer op een poppy manier, hè? Ja, ook, ja. En je bent daarna, later, ben je veel vrijer gaan spelen, zei je. Ja, ja. En waar kwam die behoefte dan vandaan? Hoe heb je die switch gemaakt, zou ik maar zeggen? Nou, het was ook een soort afzetten. Werd op een gegeven moment gezet. En op de 2 en de 4. Dat werd steeds in de 77 werd het steeds belangrijker. Hè? Ja. Dat mechanische. En daar wilde ik dan van loskomen. En ik wilde gewoon intuïtief onderzoeken wat er verder nog te ontdekken viel. Want ik had het gevoel dat ik dan helemaal vast kwam te zitten met die strakheid, zeg maar. Ook dat is belangrijk, hoor. Dat gaat er niet om. Daar kun je ook prachtige dingen mee doen. Maar ik wilde toch meer de materie van de beweging ontdekken. Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je dat pad bewandeld en wat heb je ontdekt? Nou ja, gewoon vanuit alles loslaten en vanuit de klank aan zich beginnen. Dus dat de klank je inspiratief het oproept. En van daaruit je verhaal maken, zeg maar. En ook vanuit rhythms. Dus in de free jazz is dat forward motion, noemen ze dat. Mm-hmm. Los van het metrum ook. Ook het metrum, hoor. Ook moet je ook heel... want ik hou van de pure discipline, maar ook los weer ervan. Die twee elementen vind ik heel belangrijk om verder te komen in je ontwikkeling. Ja. Is dat ook de manier waarop je studeert thuis? Dus dat je eigenlijk meer gaat zitten in de energie en in het intuïtieve? Ja, dat. Als dat je echt heel specifiek op een oefening of een rudiment studeert? Ja, allebei. Dus helemaal vanuit de stilte, vanuit lege ruimte. Iets creëren. Ja. Maar ook vanuit de maat van de dag heb ik bijvoorbeeld me voorgenomen om dat te spelen. Okay. Dus als het de 23ste is,
Okay. Dan speel ik dus 5-4-5-4-5, zeg maar. Okay. Die verdeling, hè? Je kan het verdelen. Ja. Wat zijn we vandaag voor datum? 5-4-5. Wat zijn we vandaag voor datum? Nou, de derde. Okay, hoe zou je de dag van vandaag spelen? Nou, dus dat kan je als drikwasmaat doen dus. Nou. Dus. Okay. Hoe zou het zijn als wij 25 maart zijn? 25? Ja. Ja, dat is dus 18. Ja, dus 5-4-5-4-7 wordt het, doe ik dan. Okay. Dus. Ja. Dus, ja, ik had verschillende verdelingen natuurlijk. Ja, precies. Maar dit is even... Maar is dit echt voor jou een dagelijkse routine dan? Ja, daar heb ik me op als oefening. En dat verdiept ook je timing in vieren weer meteen. Dus je kan in vieren ook weer meteen... Dus hier sta je echt iedere dag mee op? Dan denk je van, wat is de datum? Ga je zitten? En dan maak je een improvisatie? Ja, improviseer ik dat wel die time... Okay. Dat metrum doorgaat van binnen. Ja. Okay, maar dat is okay. Maar als je dus die verschillende maatsoorten door elkaar speelt, hoe beleef je dan je gevoel van waar de één zit? Nou, het gaat niet meer om de één. Het gaat om de organische puls wat je krijgt. Maar dat is wel interessant, omdat het is een vrij complex thema wat je aanhangt. Ja, dat is goed. Ja, daarom ja. Ja. Dus als je daarin zit, dan dat heb je wel moeten ontwikkelen, denk ik. Jazeker, ja. Ja, het begon natuurlijk met 7 en dan 9, 11. Ja. Ik denk, ja, waarom zou je niet verder kunnen? Je kan ook naar 23 of 45. Of, ik heb zelfs wel 108ste voor mezelf gedaan. Daar heeft natuurlijk niemand wat aan. Nee. Maar voor mij als oefening, als denkoefening, is dat heel nuttig geweest. Precies, ja. Ja. Maar ja, dan is het een aaneenknoping van maatsoorten achter elkaar die dan gezamenlijk 100 maken. Ja, ja precies. Dat is het idee. Ja, dat is het idee. Ja. Maar dat is, oké, fascinerend. Ja. Complexe systeem. Maar je moet blijven, die concentratie is zo belangrijk. Hè? Ja, heb jij dat ook nodig? Je bent natuurlijk, ik heb met Drumpraat inmiddels een paar hele prachtige gasten gehad die inderdaad van jouw generatie zijn. Ja, ja. En... wat mij opvalt is de mentale, maar ook fysieke fitheid die ze dus nog steeds hebben. Ja. En nou is dat natuurlijk veelbelovend voor ons jongere drummers, dat ons voorland is. Mm. Heb je daar voor jezelf iets voor moeten doen? Of merk je ook verschil van Pierre van der Linden nu en Pierre van der Linden 20 jaar geleden? Heb je fysiek ook ongemakken of dat je merkt van ik heb minder kracht of power of maakt dat helemaal niks uit? Maakt niks uit. Nee, hè? Nee. Als je maar gedreven blijft, als die passie er maar blijft, hè? Dat is belangrijk, ja. En het drummen zelf, ja, dat houdt fit of zo. Ja. Dus door die bewegingen, ja, waarschijnlijk is het fysiek ook onderhoudend voor je lichaam. Passie, dat is het sleutelwoord. Passie voor wat je doet, ja. Dan ga ik even terug naar dat moment waar we net waren over de actuele tijd. Ja. De huidige generatie muzici versus oudere generaties. Merk je, is die passie hetzelfde, denk jij? Of zie je dat? Of denk je dat daar iets veranderd is? In de jongere generatie? Ja. Nou, je hebt heus wel jongere jongens die ook die passie hebben, ja. Maar ik zie... ze komen allemaal uit toch op... Boom, ta, kroen, pa,
boem, ik denk, ja, waarom niet eens een keer... Maar ja, dat zit meer in de jazz, denk ik. Ja, ja maar... Maar het is natuurlijk deze tijd, en ik snap, begrijp ik wel. Ja. Maar ja, toch ook in de jaren 80, 90... Hè, met artiesten als Peter Gabriel of Sting, ja. Prince ook wel, waarin toch wel heel innovatief en creatief ook met grooves en ritmes omgegaan is. Zeker. Okay. Zie je dat dan minder in de hedendaagse popmuziek, vind jij? Minder? Ja, is het wat platter? Nee hoor, ik denk dat je het ook... je hebt ook een underground of mensen die ook heel goed bezig zijn. Ja. Maar die minder in de belangstelling ook weer staan. Maar die zijn er wel. Dat ik denk van, nou, dat is echt interessant, ja. Maar over het algemeen wordt het wat vlakker of zo. Ja. Het populaire, zeg maar. Op het populaire gebied. Vind ik het wat meer vervlakt, ja. Naar mijn idee, hoor. Toen jij begon met spelen, hoe oud was je toen? Ik kreeg les toen ik 5 jaar was. Oké. Klassieke lessen. Heb jij ook ooit een moment gehad in jouw ontwikkeling, in je loopbaan, in jouw jeugd, ja, dat er iemand op je pad kwam, een drummer of een muzikant of een gebeurtenis die een soort van een fantastische rol van betekenis had? Ja. Dat was echt een life changer. Ja, dat was toen ik 17 was. Ik speelde al in nachtclubs met Don Mercedes, was dat geloof ik. Okay. Ik was ook allround met brushes en met ook jazz dingen. En ja, van alles. En Zuid-Amerikaanse dingen. En toen speelden we in Duitsland in de Star Club, zag ik toen. Een band. En er waren waanzinnig fantastische arrangementen. En daar was ik zo van onder indruk. Dat heeft heel lang bij me, ben ik er vol van geweest. En ik weet niet, als ik dat nu zou zien, zou ik denken, oh, is het dat? Maar toen was ik er helemaal, had ik er koorts van, zeg maar. Ja, echt hè? Dat heb je ook wel eens meer, dus dan hoorde ik een drummer en dan kreeg ik echt de koorts. En dan werd ik echt geïnspireerd. Dat had een diepe indruk gemaakt, ja, toen. Maar als ik het nu zou horen, denk ik, oh, is dat het, weet je wel? Maar toen was het voor mij magisch. Ja. Dat heeft echt iets in werking gezet bij ja, jou. Zeker, ja, zeker. Is dat is ook bepalend geweest voor de rest van je carrière? Ja, zeker. Je hele manier van denken en spelen? Ja, zeker, ja. Maar God, echt exact zou ik niet meer weten. Ja, een keer in die Sherazade, die jazzclub ook, dat ik een drummer zag van wauw, wat is dit, weet je wel. Ja, hè? Dat je er niks van begrijpt eigenlijk, maar je voelt het wel, doorvoelt het wel. Ja, ja. Ben je er dan ook bewust van dat jij die rol ook hebt gespeeld bij generaties drummers in Nederland? En misschien nog wel in de wereld? Ja, niet zo. Ik hoor het hier en daar wel, of zo. Maar ik was me er op zich niet van bewust. Er kwamen wel jongetjes voor les en zo. Ja. Maar dat dit zo een impact had, daar was ik me niet zo van bewust. Ik was meer toch met mezelf, met die dingen bezig. Ja. Meer, het ging me meer om om die continuïteit. Weet je wel. Dus ik was me daar niet zo in die tijd nog zo van bewust of zo. Nee. Nee. Je hebt natuurlijk jarenlang met Jan Akkerman ook samengewerkt. In ja. Focus, Brainbox. Ja. En die groeide natuurlijk ook uit tot ook een iconische gitarist, wereldberoemd. Ja. Hoe vond je het om met hem samen te werken in die jaren? Nou, met Jan en ik, wij waren meer een tandem, hè, vroeger. Zelfs voor het nog bekend was. Ja. Waren we altijd... Ja, dat ging vanzelf. Er werd weinig gezegd en spelen en het gebeurde gewoon, ja, weet je. Totdat het beroemd werd. En toen kwamen er praatjes naar boven. Nou, dat was het begin van het einde natuurlijk. Ja, dat heb je zien veranderen? Ja. Wat deed dat met jou toen? Nou, toen ben ik dus die andere richting opgegaan. Oh, dat viel wel samen? Ja, dat viel wel samen, ja. Toen dacht ik, nou, ik moet hier van loskomen. Maar dat wil niet... Nee, want ik heb ook nog in Marlies Helden, mijn vriendin, band gespeeld in theaters. Ja. Ook echt begeleidingswerk.
Heel subtiel, met handen, met brushes, met bollen, met een bol in een hand en een brush in een hand. En dat heb ik ook 15 jaar gedaan. Dat is ook heel strak en precisiewerk. Dus dat vind ik ook belangrijk. Ja. Ja. Wat zou je in jouw carrière, in jouw leven, wat zou je muzikaal gezien altijd nog eens een keer willen doen, maar heb je nog niet gedaan? Of heb je alles gedaan? Nee. Zo, heb je nog een wishlist? Is het leven te kort voor? Wat? Heb je een wishlist nog? Nou, nee. Gewoon een bezetting waar je optimaal vrij bent en waar ik gewoon in vieren gewoon kan doen wat ik op dat moment, het moment van nu, ja. Dus waar met het polyritmische, dat fascineert mij. En studeer je daar nog op? Ja. Waar werk je nu aan? Nou, ik heb ook wel met mijn voeten in 5 en mijn handen in 7 in andere maat. Dat soort dingen heb ik ook gedaan, veel. Kun je dat? Ja, weet het goed? Ja, dat wil ik weten. Ja, dus, het is dan 5. En dan 7. Zo begon het eigenlijk. En toen deed ik 5 door 24 of zo. En dat, ja, precies. En dan kan er steeds verder gaan. Dit is een dit is ook een domein waar een andere bekende Nederlandse jazzdrummer, Pierre Courbois, ook veel mee heeft gestoeid, hè, in zijn loopbaan. Ja, maar die speelt dan gewoon 5, maar dan is het allemaal 5. Oh ja, oké. Okay. Maar dan niet door 7, door een andere maat of zo heen. Gebruik je dit ook in je projecten? Nou, in mijn drumsolos gebruik ik wel veel poly dingen. Ook intuïtief veel, ja. Dus ook kudoen. En dan gewoon daar een andere time overheen. Ja, leuk man. Hey, jullie gaan straks weer op tour. De coronaperiode is, as we speak, eventjes op de achtergrond verdwenen. Laten we hopen dat het ook zo blijft. Maar dat betekent dat je straks weer met focus op pad gaat, toch? Ja. Wat zijn jullie allemaal doen? Komt er een album? Zijn jullie aan toeren? Ja. Nou, we hebben Focus 11 gemaakt. Hè? Daar vind ik wel een ontwikkeling in die plaat. Oké. Okay. En ook mijn spel, dat het anders is dan anders ook. Wat is er zo bijzonder aan? Nou, er zijn heel beetje complexere stukken ook. Dus, nou, je moet het maar eens horen. Ja. En ik speel daar tussendoor en onderdoor en overheen. Okay. Op bepaalde stukken. En daar, dat vind ik wel zelf heel interessant. Dus, we zijn van plan om Focus 12 ook nog op te nemen. Kijk. Dus, het is volop beweging, begrijp ik. Ja, Thijs heeft weer stukken liggen, zei hij. Dus, jij speelt normaal gesproken op een Tama set, toch? Ja. Tama Star heb je. Ja. En wat voor setup heb je daar eigenlijk voor? Wat gebruik je voor configuratie? Nee, gewoon de kleine 2 toms, 12, 13 en 16. Ja. En 22 en een Ludwig snare drum. Kijk. Ja. Heb je altijd in die setup gespeeld? Ja, even kijken. Naar die 2 toms had ik vroeger niet. At the Rainbow met Focus, had ik die Ludwig. Die ja. Daar had ik maar 1 tom. Okay. Op de bassdrum. Maar wel 2 staande. En nu, dit doe ik al jaren met 2 toms. 13, 14 en 16, 16. Dus die setup heb ik al jaren. Goed zeg. Ja. Leuk. Ja, vroeger was dat natuurlijk heel anders. Ander materiaal. Ja. Er is een enorme evolutie in drums geweest ook. Ja, zeker. Ik heb deze net nieuw trouwens. Oh deze, ja. Star Classic Performer. Ja. Mooi set. Ja, mooi. Ja. Ja, de power, ja. Ja, mooie spullen, Tama. Ja.
Wat ligt nou voor jou, als het gaat over het werken met sound, met stemming? Want daar ben je altijd mee bezig, hè? Wat zou je willen ontdekken wat je nog niet hebt ontdekt? Ja, dat is natuurlijk vaag hoe ik het uitleg, maar ja. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Wat is jouw soort ultieme artistieke ambitie voor wat betreft sound, opvatting? Ja, ik heb altijd die stemming, weet je wel. Zeg maar brandpunt, dat betekent ook focus eigenlijk. Ja, ja. Dus eigenlijk... Ja, ja. Of footprints. Ja. Die stemming heb ik altijd een beetje. Precies. Dus dat is mijn, ja, mijn punt waar ik vanuit ga. Qua stemming. Oké. Okay. Dus... Maar werk je dan ook met bijvoorbeeld ander soort stokken of ander soort vellen? Om een soort van ja, andere dimensie in je sound en in je opvatting te vinden? Nee hoor, nee. Ik probeer het in ieder geval wel een beetje steady te houden van dat ik mijn sound heb. Ja, snap ik. Want, ja. Okay. Maar om nou te zeggen, oh, dat zou ik nog verder willen, dat heb ik nog... Nee, niet. Nee. Wel, die sound die ik heb, ja, omdat dat het gewoon klinkt zoals het klinkt. Ja. En dat je daar ja, content mee bent. Fantastisch. Komt een nieuwe periode aan. Hopelijk een coronavrije periode. Zodat we gewoon lekker kunnen spelen. Ja, ja. En jij gaat weer lekker met focus aan de slag. Met je eigen projecten. Het was mooi om je even hier te hebben. Om eens even een beetje kennis te maken. Ja. En om even samen dat gesprek te hebben. Dus ik wil je bij deze alvast ontzettend bedanken voor je komst. Fijn dat je hier was. Tuurlijk, ja. En ja, ik wens je heel veel succes en vooral ook heel veel plezier en inspiratie met alles wat gaat komen. Ja, dankjewel. Ja. En we eindigen altijd even met een kleine jam. Ja, ja. Dus ik zou je bij deze ook nog even willen uitnodigen. Goed. Dat we samen nog even iets gaan spelen. Oké. Zal ik iets inzetten? Ja, tuurlijk, ja.
Thanks.